allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag alweer dinsdag. Gisteren was super gezellig, maar ik heb dus bij een vriend geslapen. Het is nu dinsdag en ik ben sinds vrijdag niet thuis geweest, omdat ik alleen maar bij andere mensen heb geslapen. Omdat het alleen maar aan het feest waren en ja, dan kon ik natuurlijk niet naar huis als ik gedronken heb. En ja, het was gewoon ongezellig. Ik heb dit aan nu, want ik ga naar Alphen, want mijn telefoon is kapot. Hij gaat gewoon niet meer aan. En ja, helemaal kut. Ik heb al een paar dagen mijn telefoon niet. Dus ik heb nu een leentelefoon van een vriend gekregen. Gewoon een iPhone 6. Dus nou ja, beter iets als niets. En daarna heb ik verjaardag van mijn oma. Vanavond heb ik weer een feestje. Ik ga stuk. Maar ik ga daar gewoon heen met de auto. Want ja, ik denk als ik... Ik heb nu echt al 4 dagen achter elkaar gedronken. Ik denk als ik vanavond weer ga drinken dat ik dood ga. Maar ik ga dus nu snel onderweg. Ik heb echt super slecht gevlogd dit weekend. Maar dat komt omdat ik eigenlijk gewoon een soort mini vakantie heb gehouden. En ik heb gewoon geen tijd voor gehad. Dus I'm so sorry guys. Maar ik ga er nu vandoor. Nou jongens, ik heb mijn telefoon bij de maker gebracht. Ik hoop dat... En ze zeiden van als ze een systeemfout vinden, dan krijg je het gewoon vergoed. Want dan heb je gewoon 2 jaar garantie. Maar als jij bijvoorbeeld waterschade hebt of weet ik veel wat, dan krijg je dus niet vergoed. Dan moet je het zelf betalen. Maar ja, ik hoop echt niet dat ik dat heb, want dan ga ik echt koud op bed. En ja, dan ga ik denk gewoon een nieuwe telefoon kopen hoor. Want ik ga eigenlijk een paar honderd euro uitgeven en dan krijg ik mijn kutding terug. Dus ja, ik vind het helemaal kut, want dat ding is echt nog maar 1/2 jaar oud. Het is nu al kapot. Ja, ik word er echt niet goed van. Dus ik hoop het echt niet. Maar ik ben nu dus onderweg naar mijn oma, want ik heb de verjaardag. Gaan we lekker sushi eten. Oh, zo fucking heet. En ik heb ook nog een nieuwe beauty blender gekocht van Beautyclinix. Want die van mij is echt de meest crack beauty blender die er bestaat gewoon. Ik heb nog 2 nieuwe poeders gekocht. Mijn poeders waren kapot gevallen. Ik heb 1 witte voor een beetje onder mijn ogen. En 1 donkerder voor mijn huid gewoon. Ik heb zoveel honger. Ik heb vandaag alleen 1 pannenkoek op. Nou, dat slaat er nergens op. Dus ik moet echt wat eten zo. Oké, het was super gezellig bij mijn oma. Heerlijk sushi gegeten. Ik heb een beetje haast. Ik ben nu meteen door. Dus ik ga me even omkleden en dan ga ik vandoor. Het is gewoon 4 uur 's nachts in de auto. Ik ben zo doodmoe. Ik heb niet gedronken, jongens. Dat je dat weet. Maar het was echt super gezellig. We hebben lekker in een jacuzzi gezeten. Bij vrienden. En... zo moe, en morgen om 8 uur naar de tandarts. Echt het meest domme wat je kan verzinnen. Morgen man, het is vandaag woensdagochtend. Het is 8 uur. Ik heb geen stem meer, joh, gisteravond. Van het al de afgelopen dagen. Ik ga nu mijn nest weer in, want ik moest vanochtend naar de tandarts om 8 uur. Het is nu 8:30, ik ben weer thuis en ik heb 4 uurtjes geslapen. Dus als het niet heel erg is... ga ik weer even lekker terug. Mijn beetje. Het is inmiddels later op de dag. Oh, het is 3:30. What the fuck? Ik heb mijn hele kamer opgeruimd. Want ik ben echt al een paar dagen niet thuis geweest. Mijn kamer is een tyfusooi. Ik moet zo werken. En ik moet ook even wat eten en zo. En ik heb even opgemaakt. En ik heb geslapen tot 1:30 nog. Dus ja. Ik ben iets kwijt. Jongen, ik word zo gek. Ik heb gewoon zo fucking veel te doen. Helemaal gek wordt in mijn hoofd. Ik word echt helemaal gek in mijn hoofd. Ik heb nog zoveel te doen en ik moet nu naar mijn werk toe. En ik kan gewoon niet naar mijn werk, want ik moet nog zoveel regelen voor YouTube en zo. Want omdat ik gewoon 5 dagen niet thuis ben geweest. Echt drama is dit. Ik... ik ben klaar mee. Okay, omdat ik dus een paar dagen niet thuis was, had ik super veel mail. Ik ben trouwens terug van werk. Nieuwe route geleerd met bezorgen. Zo. En dit ging echt top. Super chill route. Ik heb net een paar honderd mails beantwoord. Dus ik heb niet normaal veel mails. Maar ik ga nu gezellig met Amee, een vriendin van mij, lekker naar Noordwijk even een drankje doen. Want
daar heb ik gewoon zin in. Ik heb even hier opgeschreven wat ik allemaal voor vandaag, vanmorgen en vrijdag af moet hebben voor het weekend. Want het weekend ga ik ook weer weg. Ga ik namelijk in Amsterdam uit en daarna naar een hotel. Super gezellig met Isabel. Ik vind het gezellig een theetje te doen met mijn schat. Ik ben weer thuis. Het was super gezellig. Jezus, ik zie er niet uit, joh. Helemaal klaar mee. Ik ga lekker make-up ophalen en mijn bed in. Het is vandaag donderdag. Ik zeg goedemorgen, maar het is al 3:15. Ik word gek in mijn hoofd, want ik ben echt de hele dag al aan het heen en weer aan het rennen in mijn huis om allemaal dingen te fixen. Maar we gooien dat even allemaal opzij, want ik heb superleuk nieuws. Ik heb jullie een paar weken geleden verteld over dat ik een scooter ging kopen. En ik heb hier tussendoor heel veel vragen over gehad of ik er al een had uitgezocht en of ik er een had gevonden. Maar ik heb er dus nu één en daar ga ik nu kijken. Ik ben echt super benieuwd. Ik kan wel even snel een filmpje laten zien. En ach, ik kan niet wachten tot hij er is. Maar ik ga nu met Amé. Hallo. En we gaan er even heen rijden. Ik kan hem alleen nu niet naar mijn huis rijden, want hij is dus nog niet verzekerd. En ja, stel er gebeurt iets, ja, dat wil je gewoon niet vanaf het begin al kut hebben. Maar ik zal even een filmpje laten zien. Dit is hij is donkerblauw. En heeft allemaal zwarte details. Echt super nice. Dus ja, ik heb echt een beetje een schorre stem, hè. Ik ga nu even heen, even kijken. Ik moet heel snel omkleden, want ik heb echt kutkleding aan. Het ziet er allemaal niet uit. En ja, het is gewoon 3:15 en ik heb net gewoon pas wat gegeten. Omdat ik gewoon nergens aan toe ben gekomen. Ik ben nu in Waddinxveen bij Vespa Designers. En mijn scooter is helemaal klaar. Hij ziet er zo uit. Alleen, ja, moet hij wel nog naar mijn huis komen. Dit is Nick. Is dat nou het alarm? Dat is het alarm. Oh ja. Nou, Nick heeft het allemaal gefixt voor mij. Echt super leuk. Ik ben echt heel erg blij mee. Dus, ja, binnenkort ga je me vaak op zien rijden. Nou, van binnen ziet het er zo uit. Ze hebben een paar modellen hier staan al. Super leuk. Die zand, hè? Zo, ja. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb gegeten en me even omgekleed. Want ik ga gezellig een drankje met Isa. En ik ken haar eigenlijk een soort van YouTube en zo. Dus super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze kettingen om van Labella. En dit bando topje, deze broek, deze shoes van Comcat Fashion, een broek van de Bershka, deze top van Shein en de top van ASOS. En ik ga denk ik even snel mijn haar feunen en dan ga ik vandoor. Ja, mijn scooter die moet eerst nog op naam worden gezet en dan kunnen we verzekering afsluiten en dan kan ik hem ophalen, dus waarschijnlijk volgende week. Zo fucking veel zin in, ik kan echt niet wachten. Zo! Ik zit in de auto van de weg naar Amsterdam. Ja, that's my story. Ik heb niet zoveel te vertellen. We gaan naar Plek in Amsterdam-Noord, heet het. Ik ben er zo nog nooit geweest, dus ik ben heel erg benieuwd. En ik heb nog steeds de weekvlog niet online, maar het is gewoon niet van gekomen. Dus goed morgen. Maar komt goed. Nou, ik ben gezellig met Isa. Ben ik een drankje aan het doen. We hadden net een wijntje, maar we zijn allebei met de auto. Dus ik zit lekker aan de munthee. Want ik heb het koud. Ja, ik heb een koekje. Ja. View. Zo, ik zit weer in de auto. Het was super gezellig. Het was echt heel erg leuk. Ik ga nu lekker naar huis rijden, want het is 12:15. En ik ben super moe. Dus morgen weer een nieuwe dag. Oké, ik ben opeens thuis. Oh, ik ben niet opeens thuis. Ik ben thuis en ik ben opeens klaar wakker. Ik weet echt niet wat er is, maar ik heb gewoon geen zin om te slapen. Dus ik ga denk de vlog editen. Als die morgenochtend online komt. En zoals ik dus eerder had verweld. In ieder geval, ik heb dus een pakketje binnengekregen nog van bij Hills Fashion. En,
Dit ga ik in de shoplog laten zien. Als je dit wil zien, check de shoplog. By the way, ik ga nu gewoon slapen, want... nee, ik ga de weekvlog editen, want die moet online. En kusje. Goedemorgen allemaal. Ik heb een masker op. Want ik heb zo'n onrustige huid. Dat is niet normaal. Dat komt echt omdat ik afgelopen dagen heel veel make-up op heb gehad. En elke keer mijn make-up op ben gaan slapen. Omdat ik dan ergens anders sliep en gewoon mijn nest in ben gegaan. En ik heb dit masker op van De Tuinen. En deze is zo goed. Goede kleimasker. En deze kan je bij De Tuinen kopen. Deze is echt top. En deze is voor... deze reinigt diep in je poriën. Tea tree olie, lavendel en allemaal andere dingen. Voor onzuivere vette huid en puistjes en mee-eters. Echt top. Als je zo een zoekt voor puistjes en weet ik het allemaal, koop deze. Bij mij werkt die echt heel goed. Ik kon gisteren niet slapen. Ik sliep pas om 4:30. Het is echt niet normaal. Ik weet echt niet hoe het kan, maar ja, ik kon gewoon niet slapen. Het is nu bijna 12:00 alweer. Maar ik ben wel een beetje op tijd opgestaan. Ik heb wat allemaal mails beantwoord. En ja, ik stond gewoon, was nog gewoon 10:30 wakker. Dus ik heb... Oh, ik heb nog 6 uur geslapen. Valt mee. Oké, ik kan nu bijna niet praten. Dat is zo kut. Maar ik ga hem eraf halen. Alright, ik heb me opgemaakt, omgekleed. Het is 4:30 en ik heb gewoon nog niks gegeten. Ik heb alleen 1 koffie op omdat ik gewoon zo druk ben. Ik heb wel de video gefilmd. Het kostte veel meer tijd dan ik moest doen. Ik heb de weekvlog online. Verder heb ik heel veel gemaild en dingen geregeld. Dat klinkt heel raar. En nu ga ik dit allemaal even opruimen. De setting van de video en zo. Dan ga ik eindelijk even wat eten. Want het kan echt niet. En zometeen moet ik ook weer werken. Dus ik moet wel wat eten. En vanavond ga ik denk naar vrienden. Ik weet niet. Ik was net nog even live trouwens op Insta. Super gezellig. Om eerder even te spreken en met jullie te praten en zo. Ik probeer echt zo vaak mogelijk live te gaan. Maar ik heb er gewoon echt soms geen tijd voor. En ik zweet me gewoon dood. Oh. Ik moet de video nu editen. Want hij moet morgen online. Maar ik denk dat ik hem voor zondag ga doen. Omdat ik vandaag pas de weekvlog heb. En anders is het echt 2 dagen achter elkaar video's. En dat is ook een beetje te veel van het goede. Dus ik denk dat ik... die voor zondag doen. Zo, ik heb even 2 broodjes geroosterd met brie erop. En ik ga nu even Netflixen en even chillen voordat ik ga werken. En dan werken dus. Zo, ik ben inmiddels klaar met werken. Ik heb ook gegeten. Ik heb even mooi opgemaakt. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik ga gewoon even gezellig naar vrienden, maar... ik ben altijd extra. We gaan gewoon bij iemand thuis zitten en even drinken. Maar ik heb dit leuke topje aan van Safoel. En deze broek van de Bershka. En dit blazertje ook van de Bershka. En ik moet even schoenen uitzoeken nog. Ik doe denk ik gewoon mijn laarsjes aan. Oh, deze. En morgen heb ik echt een fucking leuke dag. Volgens mij heb ik het al gezegd, iemand van mijn stage is jarig en die gaat het vieren in café. En daarna heeft hij allemaal hotel geboekt. En ik ga er morgen al om 2:00 moet ik op Schiphol staan. Daar word ik opgehaald. En die is wel zo eens meegegaan, maar die gaat niet mee. Dus ik ken helemaal niemand daar. Maar weet je, boeien, het komt vast wel goed. Ik word zo meteen opgehaald door Amé. Ik weet nog niet hoe ik naar huis kom. Maar dat zien we dan wel. Morgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Today is de... day. Oh my god, ik moet even de douche. Mijn haar ziet er niet uit. Ik heb me heel snel opgemaakt. Ik heb alleen wenkbrauwen, wimpers en een beetje concealer op. Ik heb mijn hele tas ingepakt. Huge ass tas. En ik heb dit kleine tasje dan nog mee. Ik ga zo meteen even nagels plakken nog. Mijn video heb ik niet meer kunnen editen. Dus
Die komt dan denk ik maandag online of zo. Ja, volgens mij heb ik alles. In ieder geval, ik hoop het echt. Want ik haat het als ik maar dingen vergeten ben. Die kan ik niet handelen. Dus wel kom ik ophalen, want we gaan waarschijnlijk dus maandag naar Maastricht. En een hotel daarvoor boeken. We gaan van maandag tot donderdag. Super leuk. Can't fucking wait. Maar we moeten wel nog fixen hoe we daar moeten komen. Met welke auto en zo. En of we een auto huren. Dus dat moeten we even bekijken. Gisteren was het super gezellig. En niet zo heel bijzonder. Ik heb het niet zo heel laat gemaakt of zo. Dus een beetje voor mezelf. Ik ben hier bij Isabel. En we hebben een heel leuk Airbnb appartementje gevonden. En mijn zus is helemaal ziek. Ja, ik ben ziek. Maar ja. Zeg, komt wel goed. Ja. Kijk, dit is het appartement. Laten zien. We waren er heel snel uit. Ja. Het eerste ding. En het is echt maar €200 per persoon. Voor 3 nachten. Dan zijn we gewoon 4 dagen daar. Echt top. Superleuk. Ja, leuk keukentje erbij. Ja. Echt wat voor ons. Ja, echt wat voor ons. Lekker slapen hier. Helemaal leuk. Dus ik ga gewoon 1 grote Maastricht vlog maken. En dan misschien daarna nog een weekend vlog. Maar 1 vlog helemaal om Maastricht draait. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En, ja, zoveel zin in. Ik heb ook heel veel zin in. Maar we hebben nu gereserveerd. Ja, toch? Ja, ik zie niks. Kijk eens op je account. Nou, ik ben in Amsterdam. Ik ga even op straat een broodje halen. Want we hebben net ingecheckt bij het hotel. Maar ik heb nog niks gegeten vandaag. Het is al 4. Dus ik ga even kijken of ik hier wat lekkers kan vinden. Zo, ik sta nu in de lift van het hotel. Ik sta ook met allemaal anderen op de kamer, dus ik vind het een beetje awkward om te filmen. Maar ik heb even een lekker broodje kip gehaald bij een bakker hier. Dat is echt €7 voor 1 kip broodje, staat echt nergens op. Maar ik ga zo meteen helemaal omkleden, opmaken en zo. Ja, dankjewel. Lekker, lekker meid. En nu? In de taxi. Boven. Ja, boven? Automatisch toch? Waar moet je drukken? Automatisch. Ga je niet automatisch? Zo. We zitten nu in de taxi naar het hotel. Goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Het is een beetje donker hier, dus ik weet niet of je wat kan zien. Meneer? Ja. Hoe gaat het? Ik ga een lampje aangeven. Ja, doe even schijnen. Ja, kom. Geboren ben? Ja. Hoe werkt dit? Ja, gooi je zaklamp aan. Ja, I know. Zaklamp. Deze. Ah, ja. Oké. Okay. Maar meneer, nou, ik weet niet. Maar het was zo fucking leuk. Eerlijk. Het was echt geweldig leuk. Want meneer, mijn moeder is afgereisd in Indonesië. Dankjewel voor jullie komst. Voor verjaardag. Maar ja. We moeten door. In Rotterdam zeggen we altijd, we moeten door. We werden uitgetrapt. Ja, we werden er gewoon letterlijk uitgetrapt. Dus nu gaan we maar door in het hotel. Sowieso. Ja. Oh joh, slaap je in het hotel? Nou, ik ben hier, maar ik niet. Oh. Slaap niet uit. Niet? Slaap jij in het hotel? Nou, wat gezellig. Hé, luister. Ik wil deze avond nog een keer beleven. Meneer, vindt u mij vervelend? Nee. Meneer, bent u in de zaal? Meneer, ja. Ik wil niet naar huis. Hè? Ik ben niet naar huis gegaan. Birthday boy, jij was jarig, was fucking leuke verjaardag. Ik ben nog steeds jarig, of niet? Oh nee, ja. Ik ben niet meer jarig. Het is al klaar. Hoe laat? Jongens, het is zondag. Ame is echt de best ever. En houdt mij op, eer dan Amsterdam, maar ik leef niet. Ik ben enig geslapen voor mij. Wat een drama. Groot. Oké, ik heb even een paar uurtjes geslapen. Het is inmiddels kort over 3 en ik ga nu even naar de Mac. Echt heel erg. Maar ik moet even wat eten, want ik heb nog niks gegeten vandaag. En oh, ik voel me echt niet leeg. Jongens, dit is niet normaal, maar ik ben gewoon voor de 2e keer op een dag bij McDonald's. Nu is mijn avondeten.
Ik heb een McChicken menu. Oh my god. Ik ben echt niet goed. Nou jongens, het is inmiddels de volgende dag. Er is echt heel slecht nieuws. Er is echt te veel gebeurd afgelopen tijd sinds ik niet heb gevlogd. Maar Isabelle heeft dus uitslag gekregen van haar coronatest en ze heeft corona. Dus ik heb zelf nog geen klachten gelukkig. Dus ik hoef me niet te laten testen. Maar ik moet wel een week in quarantaine. Het is inmiddels ook wel maandag. En dat ga ik samen met Amee doen. Wij gaan samen in quarantaine bij haar moeder. Zodat mijn ouders ook niet besmet kunnen raken. En haar moeder gaat daar weg. Dat wij daar in huis kunnen zitten. Ja, verder wil je die week in quarantaine zien. Moet je mijn volgende week vlog gaan kijken. Ik ga hier bij deze vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, vergeet zeker niet te abonneren. Duimpje omhoog te geven. En me te volgen op Insta. En dan zie ik je bij de volgende echte for real quarantaine vlog. Doeg!